Nog anderhalve maand en het is kerstmis. Ik heb totaal nog geen boom gezet, nog niks versierd. Ik ben daar nog helemaal niet mee bezig geweest. Maar ik ga vandaag een beetje inspiratie opdoen bij Jurgen. En Jurgen die woont in Alken, bij Hasselt. En ik hoop dat ik het ga vinden. Zou het hier zijn? Ja, hier gaat het zijn. Hallo. Hallo, jij bent Jurgen? Ja. Ah, hallo. Dank u wel om mij te ontvangen. Is dit uw gewoon huis? Of? Hier woon ik boven. Ik heb één slaapkamer om te slapen. Maar de rest is alles kerstmis. En makkelijk om mij te vinden. Je moet gewoon het licht volgen. Hè. Ja, dat had ik al gezien. Ja. Mag je te zien binnen? Ja, kom maar mee. Alright. Het is nog niet helemaal af alles. Hè? Nog niet? Nee. Okay. Er komt nog veel kerstbomen te staan. Dus hier kom je eigenlijk binnen in het kersthuis. Ja? En dan hier in dat klein verandertje heb ik al drie bomen gestoken. Helemaal het zilver gedecoreerd en zo. En dan de eyecatcher van heel kerst is al meteen in het begin. Dat is dit dus, die gigantische waterbal. Daarachter is eigenlijk de keuken. Maar je kunt niet meer naar de keuken, dus als wij naar de keuken moeten, moeten we door de voordeur. Ah nee, dat gaat ook niet meer, want dat zijn nu kippen en konijnen. Hoe lang staat dat hier? In de gang ben ik begonnen te hangen half juli. In totaal staan er 25 kerstbomen in huis. En in totaal heb ik 18.000 glazen bollen hangen, 350.000 lichtjes, want ik heb dit jaar 150.000 lichtjes bijgekocht. Ik vond het iets te weinig. En dan die hele trap, maar ik moet wel altijd oppassen om naar boven te gaan dat ik niks afstoot, want het zijn allemaal glazen bollen. Hè. En dit is de kamer van de kerstman. Hier komt dus de kerstman zitten. En de kinderen kunnen dan tekening kleuren en een brievenbus van de kerstman steken en zo, en dan kunnen ze iets winnen. Dus allemaal dingen, materiaal van de kerstman, hè, wat jij allemaal eet, koekjes. Sigaren die hij rookt en alles, een boek dat hem leest. Dit is normaal onze slaapkamer, maar nu slapen we boven. En nu blijven we ook wel boven slapen, want dit is de kleerkast. Maar je kunt er niet meer in, het is helemaal dichtgemaakt. Dus die kleren liggen ook boven nu. En hier dan goud met bruin. En dan het achterste thema is het kleurthema. Die kabels zijn ook allemaal tak per tak gemaakt, hè, die lichtjes ervan. Hè. Zodat je hier allemaal geen kabels ziet. Want dan kun je ook meer bollen hangen als je minder kabel hebt. Ja, hier staat dan een tent. En nu ben ik nu aan het opbouwen helemaal. Dan kunnen mensen iets komen drinken ofzo. Ja. Blue wine en... Genever vooral. Christmas tent. Volle bezig. En toch. Rigos. En jij moet werken. Ja, een beetje helpen, hè, zodat Jurgen sneller kan vooruitwerken. Ik moet hem dat eerst voor doen, anders moet ik dat opnieuw doen. Ik vind het wel jammer dat je niks met je achternaam gedaan hebt. Dat is toch een bollen? Ja, kerstbollen allemaal. Maar dat staat hier nergens, je moet dat uitspelen. Oké, okay, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik onthoud vooral Blue Wine en Genever.